Oké. Dat zit te fijn. Even blijf staan. Fijn. Blijf staan. Niks aan de hand. Ja, dat weet ik, maar ik wil achter hebben gezien. Mijn collega af te spreken. Ja, oh. Jongeman, wat is er aan de hand? Niks. Hij is nee, wel even flink over de zijkant. Zeg erin tegen mij. Oh, heeft de maatschappij. Zeg erin tegen mij. Ik heb een dochter van 14 maanden. Wat is er aan de hand? Zij zegt tegen mij. 14 maanden. Wat is er aan de hand? Nee, maar nou wat. Het was even een samenkomst die we niet hadden verwacht. Ja. Ja, je hebt een beetje emotie op en hebben hem rust gesteld, is nou oké. Nee, heeft hij dat niet gezegd. Ja, ik zie het bloed dat eruit komen. Ja, een schatje, dat weet ik. Ja, maar dat is prima, maar dat maakt even niet uit. Hè. Iedereen heeft wel eens een keer zijn ding. Ja, maar als je met kinderen bent, dan moet je ook even van de 400, alsjeblieft. Frans, even niet dan. Maar plezier staat een beetje uit de rest. Hij zegt tegen mij, ik pak jouw dochter van me. Ja. En dan pakken ze mij op een gevoelige slaap. Oké. Okay. En daarom ben ik geflipt. Oké. Okay. Daarom ben ik... Je hebt een nieuwe dochter van 14 maanden. Ja, hier, kijk. Okay. Echt waar, ik zweer. Oh, kijk eens aan. Oh, dan een knapper zeg. En wie is die kerel? Ja, die is, als maar ken je hem? Als ik hem zie, herken ik hem. Oké, maar je kent hem niet van het verleden? Nee, ik ken niemand. Die. Nee, en dan komt iemand naar jou toe en die zegt, ik pak jouw dochter. Maar hoe weet hij dan? Dat jij een dochter hebt. Weet ik het, omdat ik het gezellig heb met andere vrouwen en met een groep. Oké. Dat zet je vijf. Even blijf staan. Hein. Blijf staan. Even rustig. Die hoor. Daar is hem. Mijn vijf dier. Blijf hier staan. Kijk, er is niet uit. Maar dat is niet goed. Aan de kant uit. Nou is het nog de kracht. Hier blijft staan. Ik blijf staan. Wij gaan hier ook daar vertrekken. Jullie gaan ook vertrekken. Jullie gaan even niet meer in de bos hangen. Nee. Het is even klaar opgehaald. Het is heel vroeg, maar... Pas 10 uur. Ja, maar ik kan wel dat de bus... Want we hebben de bus... We worden daar gevorderd om de stad te verlaten. Ja. Als er een incident is geweest, dan gaan we weg. Ja. Snap ik helemaal. Ja. En als ik zie hoe jij reageert, gaan we jou hier niet laten. Ik pak zijn dochter. Als ik gewoon richting huis hoor, dan pak ik van mij. Als ik je kan laten daar tegenkomen, hij zit onder bloed, Kun je de rest van de boete wel rustig maken in dat moment. Ja, precies. Ik heb geen taxi, hè? Dus jouw taxi, hè? Dat is mijn. Kom, die kant uit. Die kant op, rechtdoor lopen. Ik ga even vriend. Helemaal op. Prima. Het is onder controle. Komt goed. Goed, aan je werk, hè?